GVVV wacht nog steeds op de eerste zege in Jacks League. De AAC klimt langzaam richting de subtop. Na een moeizame start van de competitie. Adnane richting Patrick. Patrick staat buitenspel. Joshua Patrick. Gevaarlijke aanvaller van GVVV. Dan HAC met Jari Oosterwijk in de basis. Van der Leyen weer terug op de bank. En Mannes. En een goede reactie van Jansen. Belangrijke voetballer Mannes voor HAC. Opnieuw aan het nanen met Dinworp. Patrick. Die is overijverig. Die is bitter. Patrick. Nou, daar komt hij. 1-0. Nee, de goal gaat niet door omdat het buitenspel is volgens de assistent scheidsrechter. Dat wordt overgenomen door de scheidsrechter. Maar is het buitenspel? Ik heb mijn vraagtekens. Want Manuhutu staat daar ook nog. Deze goal gaat dus niet door. Geluk voor HAC. Een HAC met de vrije trap. Kobussen richting Oosterwijk. Ideale weersomstandigheden. Een herfstzonnetje. En GVV dat gevaarlijker is dan HAC. Patrick. Bitter. En zo is de hekkensluiter sterker dan de gasten uit Hardenberg. Hoekschop. Door alles en iedereen gemist. Oosterwijk bijna met een toevalstreffer. Het loopt goed af voor GVVV. Opnieuw HAC. Nou, voorzetten richting Oosterwijk. Afvallende bal. Harddijk legt hem terug. Kobussen. Klok. De 1-2 met Drost. Nou, het is keurig gespeeld. Alleen de afronding. Hij had hem kunnen en misschien wel moeten maken. Jari Oosterwijk. Mannes. De 1-2 met Harddijk. De loopactie van Drost. Ja, zo kennen we Drost uit de Eredivisie. En ook nu in Jacks League. Jesper Drost maakte zijn eerste doelpunt al voor HAC. De ruststand 0-0. Eigenlijk wel in evenwicht deze wedstrijd. Fatima. Klok. Harddijk. Kobussen. Druk van Patrick. Die doet dat goed. Geen overtreding. En dan is het een 2-tegen-2 situatie. Dus een aanval met mogelijkheden voor GVV. Bitter. Nog steeds bitter. Legt hem af op Patrick. Ja, dit is te moeilijk. En te makkelijk geschoten. Hoekschop aan de andere kant bij Kobussen. Kobussen met rechts. En het is 0-1. Het is Adnane. Die onfortuinlijk is. Aanvoerder en verdediger van GVV werkt de bal in eigen doel. Maar het merendeel komt natuurlijk op naam van Kobussen. Fatima loopt daar Adnane ook nog in de weg. En zo is er de voorsprong van HAC. Bitter is weg. Bitter. Er zijn wat spelers in de 16. Had hem wellicht af kunnen geven. Misschien wel moeten geven. Van der Leij. Inmiddels ingevallen. Drost. Mannes. Van der Leij. De 1-2 met Mannes. Mannes. En Van der Leij krijgt hem ook niet tussen de palen. De hoekschop voor GVV. Potjes. Met de mogelijkheid. Drost. Ineens gespeeld. Richting Manuhutu. Van der Leij, terugleggen, Mannes. Ja, voor wie is die bal? Dan voor kaptein. Het is 2-0. Invaller kaptein. Schiet HAC in veilige haven. Mannes met de steekbal. Het overstapje van Van der Leij. En zo is het 0-2, kaptein. Dan probeert GVV nog terug te komen. Borgman in duel met Patrick krijgt de vrije trap mee. En zo wint HAC bij de hekkensluiter GVV dat nog steeds wacht op de eerste zege dit seizoen.